In Nederland lag het bedrijf stil, 5 jaar lang. Maar buiten onze grenzen werd verder gevlogen. In Europa op de lijn Bristol-Lissabon. En in de West kwam een luchtnet om er je petje voor af te nemen. 1941, Kingston. 1942, Havana, Ciudad Trujillo. 1943, Port-au-Prince, Camagüey, Miami. 1944, Sint Maarten. De bevrijding kwam. Mei 1945. Geen dag werd er gewacht met het herstel van het zo zwaar gehavende Schiphol. Er kwamen nieuwe startbanen. Gebouwen van hout. Nieuwe straten. De vrijheid inspireerde tot grote daden. Bedrijfsdirecteur Dellaert leidde het werk met vaste hand. En al spoedig was de accommodatie weer zo ver verbeterd dat er weer gevlogen kon worden. Eerst op de binnenlandse lijnen. Met de Havilland Dominis, 2-motorige tweedekkers, werden de eerste naoorlogse passagiers vervoerd. Iedereen was weer vol vertrouwen in de toekomst. In Amerika werden Skymasters gekocht en in november 1945 al gingen we daarmee voor het eerst na de oorlog weer naar Batavia. '46 brak aan. Onder de beziedende leiding van directeur Plesman groeide de KLM. Met de Skymasters werden diensten geopend naar Curaçao en naar New York. Vroeger 1 piloot en 2 passagiers, nu een bemanning van 10 koppen en 48 passagiers. Die eerste vlucht naar de Amerikaanse miljoenenstad was een belevenis voor allen die hem meemaakten. In enkele minuten waren we boven IJmuiden. De moderne machines bieden niet alleen de passagierscomfort, ook de bemanning heeft meer armslag. Dat was 30 jaar geleden wel anders. In de radio bezitten we tegenwoordig een prachtig navigatie-instrument. Maar daarnaast blijven passer, meethak en sextant toch ook onontbeerlijk. De Skymaster zou men met recht een vliegend hotel kunnen noemen. New York uit de lucht. Voor de vliegers is het nu al lang niet nieuw meer. Maar voor hen die deze machtige steenklomp zo voor het eerst zien, is het een evenement om nooit te vergeten. Tegenwoordig wordt naar New York met Constellations gevlogen. Eind 1946 kwamen ze bij de KLM in gebruik. Slanke, sterk gestroomlijnde 4-motorigen die 10.000 paardenkrachten kunnen produceren. Sinds november 1947 vliegen ze ook naar Batavia. Zorgen ze voor de snelste verbinding tussen het land van de karbouwen en de sawa's in het Verre Oosten en dat van de koeien en de weiden in het Westen. Op Cape Majoran, het vliegveld van Batavia, zijn ze een vertrouwde verschijning. De Douglas-fabrieken in Amerika kwamen in 1947 met een verbeterde uitgave van de Skymaster, de DC-6. De KLM voortvarend als altijd korter 7. Die DC-6 lijkt wel op zijn voorgangers, maar hij is wat slanker en heeft bovendien sterkere motoren met afgeknotte propellers. De entree bevindt zich ongeveer op de helft van de romp. Wie binnenkomt, staat direct in de vestiaire. Voor de vrouwelijke reizigers is er een speciale kleedkamer. De kok heeft een prachtig geoutilleerde elektrische keuken. En dan kan er verder in het achterste compartiment comfortabel geslapen worden. De bedden worden zo uit de wand geklapt. 3 maal per week vliegt de DC-6 naar Johannesburg. 2 maal per week naar Buenos Aires en 1 maal per week naar Paramaribo. Niet alleen het luchtnet breidde zich uit, ook de vloot. Eind 1948 nam de KLM als eerste Europese luchtvaartmaatschappij de Convair in gebruik. Een 2-motorige Amerikaanse machine die plaats biedt aan 40 passagiers. De kruissnelheid van dit toestel is 450 km per uur. En wat dat betekent, kan een gezagvoerder het beste vertellen. We hebben gevlogen Londen-Amsterdam in 45 minuten en Parijs-Amsterdam in 58 minuten. Dat wil dus zeggen, wij vliegen sneller van Amsterdam naar Londen als u met de trein van Amsterdam Centraal Station naar Den Haag HSM. Met de snelle uitbreiding van het luchtverkeer moest de luchthaven Schiphol gelijke tred houden. Het houten barakkenkamp verdween, een uiterst modern gebouwencomplex kwam ervoor in de plaats. Het hedendaagse Schiphol voldoet geheel aan de eisen die het luchtverkeer thans stelt.
De stroom van aankomende en vertrekkende passagiers kan in de nieuwe ruime hallen vlot worden verwerkt. Reizigers die wachten moeten, het wordt hun veraangenaamd in het gezellige restaurant. De meteo, de weerkundige dienst, is ruim gehuisvest. De vliegers hoeven elkaar niet meer op de tenen te trappen als ze willen weten hoe het weer is op hun route. Schiphol is dan zijn luchthaven die er zijn mag. Die internationaal zeer goed staat aangeschreven. Zo goed als de KLM, die nu niet meer één passagier per dag vervoert zoals 30 jaar geleden, maar 1700. Koning Leopold van België. Churchill. Ook de secretaris-generaal van de United Nations, Trugvelie, reisde met de KLM. Waren er vroeger 8 chartervluchten per jaar, nu zijn het er honderden. Graaf Bernadotte, de bemiddelaar voor Palestina, vloog per KLM naar en in het Midden-Oosten en hij was tevreden. Without the help van KLM and without the help van de wonderful crew that we had at our disposal, I would not have been able to go around to different places in Palestine as I did. And without my traveling in your plane, I couldn't have fulfilled my mission to try to get a truce in Palestine. Extra machines, volgeladen met moeders en kleine kinderen, vlogen naar Batavia. De KLM herenigde op uiterst snelle wijze vele gezinnen. Er werden vriendschapsbanden gelegd die voor de toekomst alleen maar goeds beloven. En als moeder niet kon meereizen om de een of andere reden, dan nam een stewardess haar taak over. Zoals in het geval van baby Van Eck, die in Amerika geopereerd moest worden. Ook zij, Franse mannequins, verkozen de Flying Dutchman voor hun reis naar Nederland. Maar niet alleen passagiers vervoerde KLM, ook vracht. Vroeger 60, nu 36.000 kilo per dag. Bloemen uit Alsmeer zijn een dag later, dus nog vers, in alle grote steden van de wereld te koop. En wie tegenwoordig een brief voor het buitenland op de bus doet, kan er vrijwel zeker van zijn dat deze per KLM naar het land van bestemming gebracht wordt. Vooral op de Batavia-route is het postvervoer van grote betekenis. In nauwelijks 3 dagen zijn brieven of pakketten uit Indonesië in Nederland. In 4 jaar tijd is de KLM Phoenix uit zijn as verrezen. Groter en schoner dan weleer. Het kantoorgebouw in Den Haag dat in 1940 noodgedwongen aan sociale zaken werd afgestaan, werd vergroot en kreeg zijn bestemming. Het is een van de modernste van Den Haag en het werd voorjaar 1949 in gebruik genomen. Dr. Plesman wees bij die gelegenheid op de steeds grotere vlucht van de luchtvaart. Denk een jaar of 8 of 10 vooruit en zie waar dan de luchtvaart is. We hebben opgezet een reputatie voor de toekomst. En tot heden heeft de luchtvaart in zijn luchthavens, in zijn exploitatie van de luchtlijnen, naar buiten uitgedragen het idee van Holland onderneemt en Holland bouwt. Ja, de KLM heeft dit idee steeds uitgedragen in de wereld en er een enorme goodwill voor ons land mee gekweekt. Haar luchtnet omspant thans die wereld. 30 jaar zijn sinds haar geboorte voorbij gegaan. 30 jaar waarin de kleine KLM uitgroeide tot een waarlijk koninklijke luchtvaartmaatschappij.